Lucas, gefeliciteerd. 3 punten tegen Willem II. Welk gevoel overheerst op dit moment in de kleedkamer? Weer opluchting, net als tegen AZ? Ja, misschien nog wel wat meer dan tegen AZ. Ik denk, dit is een beetje een must-win wedstrijd. Ook al staat Willem 2-2, dan zaten ze in de goede flow. Dan denk ik toch dat deze belangrijker is dan AZ. AZ verwacht je niet te winnen thuis. Maar Willem 2 de afgelopen seizoen altijd thuis gewonnen. Dus dit seizoen weer. Als je kijkt op voorhand, hè, Willem 2 natuurlijk volgens mij nummer 2 of 3 op dit moment in de Eredivisie. Maar eigenlijk bijna dezelfde ploeg als vorig seizoen. Hebben jullie dat nog meegenomen in je voorbereiding? Van, we hebben de vorig seizoen dik van gewonnen thuis. Het is geen andere ploeg. Nee. Ja, toevallig had ik gisteren wat statistieken gezien. En zag ik eigenlijk dat ze de kansen die ze kregen eigenlijk gewoon altijd heel goed afmaken. En wij deden het omgekeerde. De kansen die we kregen misten we. Dus dan wisten we eigenlijk dat zij een beetje misschien boven hun stand waren en wij wat onder hun stand. Maar we weten dat we gelijkwaardig zijn en dat moeten we gewoon afmaken. Zijn dit de wedstrijden die jullie spel misschien ook ten goede komt omdat je gewoon tegen ook een aanvallende ploeg speelt? Ja, ze speelden heel open, aanvallend, mooi voetbal. En ik denk ze zaten in een goede flow, daarom ook bij de 2-1. Geloofden ze er echt in. Normaal als een ploeg wat minder of lager staat, die krijgen 2-0. Krijgen ze een soort van vertrouwensdreun. Maar dat kregen zij niet, omdat ze echt zo positief aan de competitie bezig zijn. En, knap dat ze dan terugkomen, maar gelukkig dat wij nog een goal maken. Wat was het verhaal in de rust? Want volgens mij ging in principe alles zoals jullie wouden, toch? Ja, 1-0 voor bij de rust. Net voor de rust 1-0. Voetbal, het was een beetje gelijk opgaande met ons. Misschien net de bovenhand. Ik zou zeggen 55-45 of zelfs nog een kleiner verschil. Maar ik denk dat wij gewoon deden wat verwacht werd van ons. En, dan gingen we de tweede helft verder zetten. We zijn absoluut geen goal in het eerste kwartier. We hebben er zelf één gemaakt. En dan moet je normaal eigenlijk uitspelen. Maar wat ging er toen mis na een uur? Ik vond jullie eigenlijk een uur lang gewoon de betere ploeg. Dat was sowieso een geweldige wedstrijd om naar te kijken. Maar jullie dus de bovenhand. Wat veranderde? Is dat dan toch die voorsprong die dan een beetje gemakzucht oproept? Of? Ja, ik had misschien wel het gevoel dat er wat gemakzucht insloop. Dat mag natuurlijk. En we zijn ook nog niet zo lang in het seizoen. We hebben nog niet zoveel overwinningen genomen. Dus dan, als je voorstaat, kan ik me voorstellen dat er een soort beetje paniek bij sommigen. Ja, wat stress, extra stress. Ook al sta je voor. Maar van, oké, nu moeten we winnen. Dat wel lastig is. We hebben nu gewonnen. En hopelijk kunnen we de volgende wedstrijd, als we voorstaan, iets rustiger uitspelen. Ja, je werd gewisseld in de tweede helft. Hoe beleefde jij die 3-2 vanaf de zijkant? Gekke huis? Ja, ik was net mijn herstelshake al aan het drinken en die is over heel wat jongens terechtgekomen. Omdat ik, je ziet dat niet aankomen en dan gaat alles. Je zag het niet aankomen inderdaad, had je niet meer verwacht? Ja, jawel natuurlijk, maar dat is een bal in de box, daar zit je klaar. Maar dat hij er dan inschiet, dat is dan fantastisch. Wat is nou het gevoel wat je meeneemt? Ik sprak je vorige week. Je zei blij met de 3 punten. Maar ik wil vooral die wedstrijd tegen Willem II, dat je met een goed gevoel de interlandbreek ingaat. Is dat toch het gevoel wat nu over is na deze eerste periode van wedstrijden? Ja, ik denk het wel. Vorig jaar hadden we 9 punten na 12 wedstrijden en nu 10 na 7. Dus dat is een stuk beter. Ja. Als we zo kunnen blijven verder gaan, dan komt het wel goed. Top, helemaal goed. Gefeliciteerd nogmaals, Lucas. Dankjewel.